Ik denk dat ik een loopje weer richting Protestkamer wil gaan maken. En dan is het toch de strijd hier direct op plaats 5 en plaats 6. Veel hoger sturend op dit moment, dat lepelscootje van Albert Visser. Die ziet ook daar beneden dat Dirk nog veel snelheid maakt richting finish. Ja, de kosten is natuurlijk hier wel bestuurd wordt, maar hoe pakt het uit ten opzichte van het scootje van de Jouweren. En Dirk Jarrijga die denkt, ja, ik maak snelheid en probeer zo lang mogelijk een slag te halen. Maar de Kostenweg is hier direct nog wel bij het scootje van Lemmer. En als Lemmer, of Jouweren, dat zullen we even zien.